Trouwens, de barman, Barney, is de enige in dit café die nog zijn eigen gezicht heeft. Zie je dit bord hier? Faggots stay out, homo's blijf buiten, maar dan fout gespeld. Dat hing daar in die tijd dus echt, hè. Door jaren 60 Amerika kon gewoon zo'n bord hebben in een café. Homo's buiten, dat zou nu niet meer kunnen. Meer nog, heel veel bezoekers die hier in het Stedelijk Museum komen, die sturen achteraf een mail naar het Stedelijk Museum, alsjeblieft het bord weghalen. Nou goed, dat kan niet. We zitten nog altijd in een kunstwerk. Hier, om de hoek van het Stedelijk Museum, ligt Café Welling. En de eigenaar, Bas Lubberhuizen, stuurt elke sollicitant die hier achter de bar wil werken, eerst naar de Beanery. Want Bas zegt, je moet eerst een halve dag in de Beanery hebben gezeten en pas dan echt kunnen begrijpen wat het is om in een kroeg als deze te werken. Mag ik een biertje, alsjeblieft? Bas die zegt dat het kunstwerk de essentie blootlegt van een café als dit. De sfeer en het gehang en de drank en de smaak en de geur en de gasten, het tijdloze. Nou, kijk, je kan dat eigenlijk niet in woorden vatten. Je moet dat ervaren. En dat kan nu in de Beanery om de hoek. Dank je. Cheers. Ja, de tijden zijn veranderd. Door een café van toen en een café van nu, dat is bijna niet meer te vergelijken. Gelukkig heeft Kienhond de sfeer van de jaren 60 tot in detail kunnen vastleggen. Hij heeft zelfs het geluid van toen in de Beanery opgenomen met zijn cassetterecorder. En toen de installatie uiteindelijk af was in 1965, heeft Kienholz deze eerste tijdje hier gezet, naast de oorspronkelijke Beanery. En al die stamgasten komen natuurlijk naar buiten en die gaan dan even kijken. Reacties super positief, want ze vonden de installatie echter dan de Beanery zelf. Uiteindelijk werd Kienholz wereldberoemd. En ook na zijn dood blijft zijn werk springlevend. Niet alleen in het Stedelijk Museum in Amsterdam, maar ook hier, downtown LA. Deze galerie vertegenwoordigt zijn werk in heel Amerika. En toeval of niet, ze hebben hier een tentoonstelling gemaakt met werk van Kienholz. LA is misschien een beetje ver om Kienholz te gaan zien, maar gelukkig hebben we in het Stedelijk Museum van Amsterdam nog altijd de Beanery. Trouwens, de Beanery is een werk dat iedereen ooit wel een keer in zijn leven zou moeten hebben gezien. En morgen vertel ik u alles over een heel beroemd schilderij dat gaat over een heel alledaagse onderwerp. De stier van Paulus Potter. En ik vraag mij vooral af hoe het kan dat zo'n eenvoudig tafereeltje zo wereldberoemd is geworden. En als u nu spontaan aan muziek denkt bij het zien van dit schilderij, dan kan u dat morgen vroeg doorgeven tijdens het programma De Klassieken op Radio 4. Ik wens u een fijne avond en ik zie u morgen. Oh, en als je niet kan wachten tot morgen met het meer hebben van verhalen en kunst, ga even naar onze website www.avrotros.nl/museumweek. En dan kunt u allemaal prachtige verhalen en kunstwerken zien. En onder andere zien wat Art of Jort of Annico graag ziet. Ik dacht, ik geef maar even mee.